De Vereniging van Vleeskeuringmeesters Suriname is vanaf 1 januari in actie, omdat de regering de met haar gemaakte afspraken niet is nagekomen, zegt vleeskeurmeester Tony Kijo. Door de regering zijn er Cubanen aangesteld die niet op de juiste manier het vlees keuren. Het is vreselijk dat de regering de volksgezondheid op zo'n manier in gevaar brengt, zegt Kijo. Maar wat schept onze verbazing? Gisteren was donderdag, werd geslacht in de slaghal, zuurbief. En vandaag wordt er ook geslacht in de varkenshal. En wie stond daar om te keuren? Dat zijn gewoon Cubaanse dierenartsen. En we hebben ook onze informaties gehad, we hebben ook beelden gezien, dat de manier hoe ze keuren, dat kunnen wij niet noemen als keuring. Ze prikken gewoon in dat vlees. De organen, welke heel erg belangrijk zijn, om te weten of het, zeg maar het vlees of de organen geschikt is voor consumptie, wordt niet gekeurd, wordt niet gesneden. En wij vinden dat verschrikkelijk. Het is triest om dat te zien. En dan hebben we te maken met runderen die ook komen uit Nekeri. En we weten nu allemaal van zeg maar runderen die te maken hebben met rattengif. Meneer Stugart heeft het zelf aangekaart. Hij heeft gezegd van runder uit Nekeri, vlees daaruit, mogen jullie niet eten, mogen de consument niet eten. En het wordt aan daar gebracht. En als de Cubaanse dierenartsen niet gekwalificeerd zijn, niet bekwaam zijn om te keuren, dan vrees ik voor het ergste. Ashwin Bichan, voorzitter van de vleeskeurmeesters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, zegt, ondanks het geven van een aantal ultimatums aan de regering, er nooit gehoor is gegeven aan deze oproep. Bichan zegt de lakse houding van het ministerie ten zeerste af te keuren. Het gedeelte voor het traject is afgerond. Dus nu was LVV weer in beeld. Maar vanaf juni of juli tot en met oktober was er nog niets gedaan. Oktober was er weer een prikactie. Toen hebben we gezeten met de directeur, met de OD, met het overlegorgaan van het ministerie. Er zijn afspraken gemaakt. En ook daar is het weer blijven hangen. Totdat we in december, 16 december, heb ik een brief naar de minister gestuurd waarbij we aangeven van tot 31 december, met de ultimatum van 31 december. En als de beschikkingen nog niet terug zijn, en alleen de beschikkingen moeten nog komen, want al het voorwerk hebben we al gedaan. En we hebben nooit een reactie gekregen daarop. 2 januari, 's morgens, heb ik een bericht gestuurd naar de minister, van de minister. Het ultimatum is verstreken en we gaan nu in actie. De vereniging blijft staken totdat de beschikkingen zijn ontvangen. Tot op dit moment zegt de vereniging niet aansprakelijk te zijn voor reeds gekeurd vlees.